Het Anthropocijn, zoals de naam al zegt, daar zit het woordje antropos in. Dat is een nieuw geologisch tijdperk, geïntroduceerd in 2000 door een Nederlandse klimaatwetenschapper. Nou, het is eigenlijk een atmosferisch chemicus, Paul Crutzen. Die man stond op een gegeven moment en zei van, wacht even, we leven helemaal niet meer in het Holocene, we leven in het Anthropocijn. En zijn redenering was dat we die term moeten gebruiken, Anthropocene, omdat de mens de belangrijkste factor of actor is geworden in het aardse ecosysteem. De collectieve mensheid op de hele planeet heeft meer effect op de klimatologische en de ecologische processen dan alle natuurlijke factoren tezamen. Dat is heel uniek. En dat hebben we volgens de consensus sinds de industriële revolutie. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, dat is eigenlijk al aan de gang sinds dat mensen landbouw zijn gaan plegen. Ik beschouw hem als een antropocenoloog avant la lettre. Hij gebruikte die term natuurlijk niet, hè, vandaar ook avant la lettre. Maar in een boek als Eurotaoïsme bijvoorbeeld zegt hij al dat de aarde hebben we tot nu toe altijd gezien als een soort robuuste basis, een plek, zeg maar, de natuur, waar we altijd op kunnen vertrouwen, waar we altijd grondstoffen uit kunnen halen, et cetera, die ook veel te machtig en te groot is voor de mens om te vernietigen. En Sloterdijk wijst met name op die verantwoordelijkheid. En hij zegt ook van, ja, we moeten verantwoordelijkheid nemen voor de biosfeer. En dat is iets heel nieuws natuurlijk. Voor Stiegler is het Anthropocene in eerste instantie het ontdekken van wat hij noemt het toxisch worden, of het giftig worden, zeg maar, van al onze systemen eigenlijk. Ten gevolge van een kapitalistische industrialisering. En op een gegeven moment is ook de ecologische systemen. Ja. En dat is voor hem de essentie, de kern van het Anthropocene. Ik denk dat het heel belangrijk is dat deze denkers met elkaar in debat gaan, omdat ze een hele belangrijke boodschap hebben over het Anthropocene. En ja, het zijn een van de weinige filosofen die zich expliciet hebben uitgelaten over het Anthropocene op het moment.